السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيست مينس وقت بيست كينا جيبا even a kleine update even van de inzameling van gisteren voor de kids voor de kinderen van de moeder Rahimallah uit Jemen die overleden is. Ik kan jullie vertellen dat er een totale bedrag is ingezameld van 3450. Dus nogmaals, 3450 is er binnen. Maar Stichting Najiba maakt het af, rond het af naar 4000 euro. Dus zij krijgen van ons 4000 euro, inshallah. Dan kunnen ze inshallah misschien meubels mee kopen. Andere dingen wat ze nodig hebben. Wat ik al had verteld, ze woonden in een schrijnende situatie. De zusters van El Firdaus Uitvaartzorg, die waren al mee bezig met de inzameling onderling. Om kleren voor die kinderen te kopen. En dit bedrag gaat naar hun toe. Inshallah, zodat ze de aankomende Ramadan goed erbij zitten. En dat ze misschien nogmaals meubels en dingen kunnen kopen die ze nodig hebben. Geen inshallah, dit is de update. Barakallahu fikum. En ik vraag natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala iedereen rijkelijk te belonen die heeft gedoneerd of die een dua heeft gedaan. Amin ya rabbil alameen. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.